doen. Hij is gewoon zo goed. Ik kan niet eens normaal starten, joh. Bij de Sport Awards Rotterdam wordt para-zwemmer Thomas van Wanrooy uitgeroepen tot sportman van 2022. Hij heeft maar 5% zicht, maar sleept desondanks verschillende medailles in de wacht. Ik mis 95%. Ik heb tunnelvisie. Ik heb maar een kleine 10 graden over, maximaal, vanuit het middenpunt. En gelukkig heb ik het al sinds ik 2 dagen ben door een herseninfarct. Dus ik ben blij dat ik niet beter weet dan wat ik heb. En in de races kan ik mijn concurrenten niet zien. Het enige meetpunt eigenlijk die ik heb dat ik mijn concurrenten een fractie van een seconde kan zien, zijn in keerpunten. En wat betreft keren, nou, je hebt op de bodem heb je een donkergekleurde streep die 2,5 meter in elk zwembad voor de kant ligt. Als ik die zie, dan weet ik dat ik of 1 of 2 slagen moet om te keren of te finishen. Na de krachttraining van Thomas gaan we naar het zwemcentrum Rotterdam. Onze open verslaggever Alexander zwemt als hobby en durft de uitdaging aan. Ja, ik doe het gewoon echt hobbymatig. Dus een jaartje of 2 nu. En toen zei de redactie van, joh, zou je tegen een Paralympisch zwemmer willen zwemmen? Toen zei ik, ja, is goed. Maar nu denk ik eigenlijk, oh jee. Misschien kan ik gewoon eens kampen. Ik weet niet hoe het gaat. Ja, dit is echt niet te doen. Dit is zo professional. En dan gaat er een hobbyist zwemmen, die mag ook even tegen zwemmen. Dat is echt niet te doen. Hij is gewoon zo goed. Dus ja, overduidelijk heeft hij gewonnen. Ik ben gewoon op leszwemmen gezet. Toen had ik ABC en toen wilde ik zo graag inline skates. Dat mijn ouders zeiden, weet je, als je doorgaat, krijg je inline skates. En toen heb ik zwemvaardigheid 1, 2 en 3 gehaald, kreeg ik mijn inline skates, maar ik wil nog verder door. En toen is er gezegd van, weet je, dan gaan we op zoek naar een wedstrijdzwemvereniging. En toen had ik mijn eerste training daar gehad. Toen zei ik, ja, dit is het. Ik ga naar de Spelen toe. Ik was 8 jaar. En met 14 ben ik eigenlijk in het Nationaal Paralympisch Zwemteam gekomen. Ja, ik zei net al, dit is toch niet te doen. Dat is echt niet te doen. Hey, maar ik train ook 20 uur in de week, ja, hè? En geniet je een beetje van de overwinning? Tuurlijk, altijd. Elke overwinning is er weer één. En was die een gewaagde tegenstander? Nou, dat niet, maar winnen is winnen. Zoals ja,